Bijna een jaar geleden gaat het op de kelders helemaal mis. Op 19 oktober 2013 komt er om 5:30 een melding binnen bij de hulpdiensten. In kledingzaak Hayarita Fashion is een medewerker bezig geweest met een gasfles en een gaskachel, waardoor uiteindelijk kleding vlam vat en een grote brand ontstaat waarbij de 24-jarige Itzhart Otte om het leven komt. Vandaag reageerde het college van BNW op het rapport over de brand van de inspectie Veiligheid en Justitie. Daar staat in dat Leeuwarden op zichzelf het brandveiligheidsbeleid goed op orde heeft. Dat eigenaren natuurlijk primair verantwoordelijk zijn voor de staat van hun pand. Maar dat gemeenten misschien wel hen zouden kunnen ondersteunen om aan die verantwoordelijkheid op een goede manier invulling te geven. In het rapport stelt de inspectie ook de vraag of betere communicatie tussen de meldkamer en de brandweer het resultaat van de pogingen om Itzhart Otte te redden zou hebben veranderd. Maar volgens wethouder Dix is een ramp als deze nooit helemaal te voorkomen. Ongelukken en rampen zijn niet te voorkomen. Er bestaat geen nul risico en er bestaat ook niet 100% veiligheid. Wat wij proberen natuurlijk als gemeente is om ervoor te zorgen dat mensen zo veilig mogelijk zijn, maar daar wel zelf verantwoordelijk voor zijn. En die zoektocht naar hoe kunnen we hen nou zoveel mogelijk ondersteunen om dat goed te doen, dat gaan we nu invulling geven door 10 steekproeven te doen in de binnenstad en daar te kijken naar het hele complex aan veiligheidsmaatregelen. U zegt van hè, rampen zijn niet te voorkomen. Wellicht met de extra controle. Was die gaskachel toch opgevallen? Nee, want de gaskachel was zover ik weet wel gecertificeerd. Maar het dan wil nog niet zeggen dat je hem vervolgens ook oordeelkundig gebruikt. Is het dan niet zo dat je eigenlijk moet zeggen van dat soort producten als die gaskachels moeten eigenlijk zeker in dat soort panden gewoon verboden worden in een binnenstad? Ja, ik denk dat dat een hele andere discussie is dan waar ik vanuit handhavingsbeleid, zal ik maar zeggen, het handhavingsbeleid brandveiligheid in Leeuwarden mee bezig ben. Er is wel aangegeven, ten eerste moeten mensen natuurlijk sowieso een gecertificeerde kachel hebben, maar wij kunnen natuurlijk niet in een winkel opleggen hoe mensen dan vervolgens die kachel moeten gebruiken. We moeten natuurlijk ook goed kijken naar wat zijn de mogelijkheden die een gemeente überhaupt heeft om dit allemaal te handhaven. Het blijft altijd zo dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij de brandveiligheid in hun pand invulling geven en ook hoe zij hun pand gebruiken. Burgemeester Kroonen vindt dat er een landelijk keurmerk voor gaskachels moet komen en dat het bizar is dat er in een kledingwinkel een gaskachel mag staan. Volgens het rapport is dit vooral de verantwoordelijkheid van de winkeliers zelf. Tegen de 39-jarige man uit Drachten, die ervan wordt verdacht dat hij de brand op de kelders heeft veroorzaakt, is vandaag een gevangenisstraf van 6 maanden geëist. De komende jaren ondergaat Schieringen-Zuid een metamorfose. De hellingbaanflats worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. Het complex aan het Hagendoornplein wordt als eerste gesloopt. Op de plek van dit complex worden gezinswoningen gebouwd. De nieuwe woningen worden duurzamer en worden volgens woningbouwvereniging Elkien goedkoper. Het is Prinsjesdag en wat doe je dan? Nou, dan ga je demonstreren tegen de begroting en spring je op de bres voor de mensen die door die begroting hard worden getroffen. Ik ben een actie opgestart via Facebook waarin ik oproep om de mensen eens een keer van de bank af te krijgen die allemaal klagen over de bezuinigingen in ons land. En daarbij in de zorg en vooral ook de werklozen die dit jaar door de regering weer gekort worden. De koopkracht wordt wel leuk voorgespiegeld als 5% of 0,5% gaan we erop vooruit. Maar als je de miljoenennota leest, dan zijn er dus een hele grote groep mensen die inleveren moeten. Waaronder AOW'ers, gepensioneerde AOW'ers, bijstandsgerechtigden, alleenstaande moeders. En ik zeg van kom eens van de bank af en ga eens een keer wat doen. Roep eens een keer wat in plaats van alles maar op social media te zetten. En dat was eigenlijk mijn intentie hier. En ik heb steun van de SP gekregen. En het is niet zo de bedoeling dat het een politieke insteek was of zo. Maar goed, de SP is een van de weinige partijen die nog heel dicht bij het volk staat. En zich in wil zetten voor de minderen. Dus vandaar dat deze actie. Groot succes. Ja. Zijn er veel van de bank gekomen? Nee, valt me tegen.